Hoe kijk je terug op je werk tijdens de COVID-periode? Best wel gek. We werden erop voorbereid wat er eventueel zou gaan komen. Maar ja, dan nog precies van ja. Een paar dagen later staat de hele afdeling hier vol met OK-personeel, verpleegkundigen van de afdeling, artsassistenten die allemaal willen komen helpen. Patiënten stromen binnen, zijn doodziek. Ja, het lijkt wel een soort oorlogsgebied. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? De meeste indruk op mij heeft gemaakt is eigenlijk de ernstige vorm van ziek zijn van mensen. Ik werk al 30 jaar op IC's, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Wat heeft het emotioneel met je gedaan? Ja, ik persoonlijk kon ik het op zich wel goed van mij afzetten. En ik probeer ook altijd ervoor te zorgen dat ik sowieso zonder COVID ook gewoon wel aan mijn lijf denk. Dus ik probeer te sporten en goed op mijn eten te letten en ook gewoon te genieten van de dingen die je kan doen. Maar vooral nu merk ik eigenlijk, na de COVID, wat dat met je heeft gedaan. Oh, dat was niet de bedoeling. Sorry. Nou, oké. Ja, ik merk gewoon nu dat ik best wel moe ben. En het gaat allemaal goed hoor, ik bedoel. Ik ga gewoon werken en thuis en ik ben heel blij dat we weer alles kunnen doen ook. Voor iedereen, voor de jeugd, voor ons. En ja, het heeft impact gehad.